Ronald Koeman and Steven Bergwijn. Germany, a host of retirements for them after the summer as well. Müller, Neuer, Gundogan, Kroos, Toni Rüdiger. An exciting German side. Prepare to go head to head. Both hit five last Saturday. He'll be pumped up. Brian Brobbey winning his fourth cap here this evening. Will have a key role to play in that engine room for them. There's a chase here. Reinders in for the Netherlands. Reinders scores for the Netherlands. If they were going to script a perfect start, it would not look dissimilar from that which we have just seen. It's just gone to 11. And then Aki to clear. Brobbey is fouled. And Davide Massa has time for company. And he's fouled. Of unrest in the Dutch camp. Wout Weghorst involved with Julian Timber and Sam. That's almost in. Cool under pressure there for Bruggen, wasn't he? Very nearly a carbon copy. The long keeper. To that to Pascal Gross. Germany get on the front foot. Gorunda. Even aangeraakt, dat maakt het knap lastig daar. Begint wat weer te lopen bij de Duitsers. Havertz in de korte hoek, dat was de bedoeling. Zijn het. Nog wel aangeraakt en dus volgt er die andere centrale verdediger, deze 1,91 meter lange. Nico Slotterbeck. Ado, Brobbey, Schouten, Simons over de knie. En er komt een kaart aan voor Van Dijk. Hier is die trap en daar is niet de 2-0. En dat had hem wel moeten zijn, Denzel Dumfries. Wat een enorme kans, het is absoluut geen buitenspel, helemaal. Ake krijgt hem dus hier op de zijkant. Ik wil niet zeggen dat er daar natuurlijk helemaal geen gevaar van af kan komen. Hier weer Kimmich en dan gaat alsnog de vlag. Hier is Weert. De vandoor, Xavi Simons. En Ter Stegen. Geweldig in de omschakeling. Met een hoofdrol voor. Krijgt hem nog niet lekker. Nu wel. Gebeurt genoeg. In deze aantrekkelijke openingsfase. Voor zover je daar nog van kan spreken. Na één. Hier gaat Brobbey weer. En dit wordt dan toch de eerste kaart voor Ta. En dat viert Brobbey bijna alsof hij een doelpunt maakt. Of is hij gefrustreerd? Niet. Musiala. Aangeraakt op het dak van het doel. Nu vanaf de andere kant. En dus onderaf bijna, dat scheelt niet zo heel veel. Of deze man. Kroos. Tussendoor. Weert. Musiala. Heeft hem niet tot bij Verbrugge. Hij heeft natuurlijk de werkethiek om zijn tanden daarin te zetten. Daar houdt Duitsland niets aan over. Daar begrijpt hij weinig van. Maar ruim een half uur. De Johan Cruijff aan eigen actie. Gakpo, Gakpo. Dit is het spelbeeld wat we zien. Simons. Testens sterk. En toch even aan. En nu zien we er ook iets van. Gaat Brobbey. Slag. De volgende voorzet is een prooi voor Verbrugge. Brobbey neergelegd of niet? Het kan alsnog in de rebound. Dat lukt dan net niet. Probeert en Verbrugge. Ja, hij had hem in eerste instantie nog. Maar daarna is het toch raak. En hij maakt zijn eerste. Undaf. En vooral de aanleiding voor deze aanval zal Koeman toch enigszins woedend maken. Want Nederland levert heel vervelend en slordig in. Wat gaat hij doen? Hij moet heel erg oppassen daar, opgejaagd door twee. En dat
zou kunnen wijzen op een spierblessure. Het schiet erin. Bijna bezig zich klaar te maken voor een invalbeurt op die link. Daar dus. De berichten straks. Die onlangs dus een rentree maakte. Special Musiala. Er tussendoor en dan komt er bijna nog een kans voor Raum. Maar zit Dumfries daar op tijd tussen? Wil Schouten kan die bal en dan komt er nog een kans en nog een goal ook. En zo staan de Duitsers vlak voor rust toch op voorsprong. En is het de captain Kimmich die de bal in het lege doel tikt. Zo zijn de laatste 7 minuten. Big moment for this young man. Brighton come on to join his brother Jurrien. Cody Gakpo. Cody Gakpo for the Netherlands. And the block came in from Musiala. Siemens. Robbie. And the Netherlands are level, courtesy of Denzel Dumfries. The half-time changes have provided a Dutch spark. Look at those white shirts flooding in. Look at Wirtz. Havertz right in there. But over it went. Musiala on the move. Now Musiala. Level things out. Lemmenberg, Ter Stegen scrambled across. The Dutch front foot approach in this. Ahead of Anton. Brobbey. It's Brobbey, it's over. And it's a foul anyway. Germany back into the match. Now it's with Raum. Look at Brobbey tearing out. One there over the top, Undav. There's no flag now. There's no finish either. And Undav against his former clubmate. Fresh legs in the engine room. Cái này em bị tôm.